geeft landen geen leger. Het enige land in Centraal-Amerika wat er goed aan toe is, ik meen dat dat Costa Rica is, heeft geen leger. Hè? Hoe komt het dat het daar goed gaat? Het heeft geen leger. Je weet hoe die lui eruit zien met zo'n enorme pet op en dan van die zonnebrillen en zo. En dan weet je al, oh jee, hier is alles fout. Hè? Want je begrijpt, om de zoveel tijd is er weer een nieuwe lichting officieren die ook wel rijk wil worden. Ook een bankrekening in Genève willen beginnen. Dus dan wordt er weer een nieuwe coup gepleegd. Het van Rossum, kunt u mij horen? Ik hoor allemaal harde muziek. Hoor jij dat ook? Ja, dat hoor ik ook. Nou, dat is ook een heel merkwaardig verschijnsel wat geleidelijk aan toegenomen is, ook door de vorderingen der techniek. Dat heel veel mensen denken dat de rest van Nederland ook staat te wachten op hun muziekvoorkeur. Het park is ook een ramp werkelijk. Er zijn tegenwoordig doosjes, niet waar zo groot als een sigarettendoosje, waar een ongekende hoeveelheid kabaal uitkomt. Ja, het is eigenlijk alleen maar toegestaan als u deze podcast heel hard luistert, toch? Nee, je moet sowieso moet je nooit. Ga er altijd van uit dat de muziek die u mooi vindt, dat uw buurman dat niet mooi vindt. Ja, toch even over de actualiteit. Misschien iets verder weg blijven nu bij alles wat er speelt. Afghanistan hebben we natuurlijk in een speciale special al behandeld deze week. Die kun je terugluisteren in de app. Maar Peter R. de Vries is natuurlijk lang en breed geweest. Ontzettend heftig. Je hoort er helemaal niks meer van. Dat is toch bizar? Het is afschuwelijk wat er gebeurd is. Harde woorden ook uit de politiek. Van Rutte en van Grapperhaus. En nu gaan we weer over tot de orde van de dag. Het is natuurlijk een drama dat hij overleden is. Het is een drama dat hij beschoten is. We hebben er al langs van te maken met Italiaanse toestanden. Dat niet waar dat allerlei mensen die zich in de misdaad verdiepen of proberen daar iets aan te doen, niet waar simpelweg geëxecuteerd worden op straat. In Italië hebben we de meest fantastische drama's gehad op dit punt. Ja, natuurlijk moeten we dat aanpakken. Natuurlijk zegt ook Rutte dat we het aan moeten pakken. Maar ik wijs erop, daar hebben we het al even over gehad, dat vorig jaar die advocaat is doodgeschoten, Wiersum. Niet waar, dat toen werd het ook precies dezelfde teksten. Je kunt het zo invullen, moet maar keihard aangepakt worden, enzovoort, enzovoort. Grapperhaus zou een special task force formeren. Daar is over gerapporteerd in de kranten, daar is niets van terechtgekomen. Ja, de rest van de politie zag er niks in. En het onttrokken goede politieagenten aan andere nuttige dingen. En het geld is weggelekt in het ministerie. Ik weet niet hoe precies het ministerie georganiseerd is, maar kennelijk kan daar geld moeiteloos weglekken in pijpjes die daar zijn of wonderlijke dingen. Dus in feite hadden we deze stoere praat vorig jaar ook en is er dus niets gebeurd. Daar wijs ik me op. Hè. Want de zogenaamde tegenmaatregelen waarmee ze waren begonnen, die hebben dus niet gewerkt. Dus ik ben er niet van onder de indruk. Ik denk bovendien dat het een ontzettend lastig probleem is om dit zodanig aan te pakken dat dit soort van incidenten niet meer mogelijk zijn. Want ja, vergeet niet, in Nederland is een open land. Het is heel makkelijk om aan vuurwapens te komen. Elke gek kan iemand doodschieten op straat als hij dat wil. Dat hebben we gezien. Gelukkig zijn er niet al te veel gekken, maar dit is wel een vrij ernstige zaak, ja. Ja, en deze gasten die dat gedaan hebben, die deden ze nergens voor terug. Hè? Ik hoorde ook een paar weken geleden dat er dus mensen rondliepen om bewust filmpjes te maken, om dan die beelden te verspreiden op social media. Het zijn niet types die terugschrikken voor Grapperhaus of Rutte. Nee, ik ben bang dat gezien de vorige ervaringen dat niet veel indruk maakt. Maar mij ook niet zo verschrikkelijk, moet je zeggen. Nee. Dan had er vorig jaar wel fors doorgepakt moeten worden, in plaats van dat het geld is weggelekt in het ministerie. Wat ik een hele rare term vond, eerlijk gezegd. Maar het blijft een drama. Ja. Zou het legaliseren van drugs helpen? Daar ben ik zelf een warm voorstander van. Maar nou moet ik je wel eerlijk bekennen dat ik was ook een warm voorstander van legaliseren natuurlijk van de wiet. Dat heeft op zichzelf niet zo verschrikkelijk veel geholpen, omdat het maar half gelegaliseerd is. Je kunt het wel kopen in beperkte hoeveelheden, maar je kunt het niet aanleveren aan de achterdeur in grotere hoeveelheden, wat een krankzinnig idee is, waardoor de problemen alleen maar groter zijn geworden dan ze al waren. In feite wordt natuurlijk drugsgebruik op grote schaal wordt gedoogd. Als ze iedereen op zouden pakken die wel eens een pilletje heeft genomen bij zo'n dansfestival. Ja, ik niet hoor, dus ik heb ook nooit een dansfestival bezocht, dat begrijp je ook wel. Dat lijkt me een dansfestival nog erger dan met zo'n kampeerhutje op wielen naar het buitenland met vakantie te gaan. Dat lijkt me
Misschien dat het ook wel door sommige mensen gecombineerd wordt. Dat lijkt me het allerergste. Dat je in een caravan naar een dansfestival moet. Dat lijkt me pas erg. Ik zit nu aan een caravan te denken. Waar waren we gebleven? Ja, ik ben wel voor legalisering. Het was in de 19e eeuw gewoon legaal. Die hele opiumwetgeving die is al ruim een eeuw oud ondertussen. En ja, daar hebben we ondertussen hele slechte ervaringen mee opgedaan. Dus ja, misschien doen we er verstandig aan om. Maar ik was ook voor legalisering van de prostitutie. Ik dacht, nou ja, dat is klaar. Dan moeten ze ook belasting betalen. Dan kunnen ze regelmatig naar een dokter onderzocht worden. En dan is het als het ware boven de grond gekomen. En dat heeft in feite bar weinig geholpen. Het is toch in de criminele sfeer blijven steken. Dus ik weet niet precies wat hier de juiste aanpak van zaken is. Ik zou op zichzelf zeggen, laat ze het maar legaliseren en laten we maar eens kijken wat dat oplevert. Je kunt het altijd weer terugdraaien eventueel. Ja. Maar we zitten natuurlijk ook met het probleem, Nederland is een doorvoerland. Daar zijn we altijd geweest over. Dus wij zijn een transitoland. Wij zijn een land met een zeer omvangrijke, goed functionerende infrastructuur. Dus het is voor die lui die wereldwijd die rommel produceren, is het ook een aantrekkelijk inlaatpunt, om het maar even zo te zeggen. Nou, dan wilde jij Polen nog benoemen, hè? Eerder in het nieuws door de vraag van gaat die nationale grondwet, in dit geval dus van Polen, boven de Europese grondwet? Financiële sancties dreigden door de Europese Commissie. En Polen heeft de afgelopen week stapjes terug gedaan. En ze hebben nu beloofd om de tuchtkamer daar in ieder geval te ontbinden. Ja, dan hebben we nog één puntje te noemen. Interessant punt, maar niet zoveel, wel enige, maar niet zoveel aandacht aan besteed. Namelijk dat het Poolse Hoge Rechtshof besloten heeft dat een uitspraak van het Europese Hof, dat die voor Polen niet geldt. Daar moet het Europese Hof zich gewoon niet mee bemoeien. Dat is sowieso vreemd natuurlijk, omdat Polen al die verdragen getekend heeft toen ze lid werden van de Europese Unie. En nu plotseling van mening is dat eigenlijk die verdragen anders geïnterpreteerd moeten worden. Of dat ze helemaal verkeerd zijn. Of, nou ja, waarbij de vraag is waarom ze dan in godsnaam getekend. Iedereen weet waarom. Omdat Polen natuurlijk dolgraag lid van de Europese Unie wilde worden en daar immens van geprofiteerd heeft. De natuurlijke en normale reactie is natuurlijk flikker die Polen uit die EU. Dat gaat niet gebeuren, daar kun je eigenlijk vrij zeker van zijn. Er zijn natuurlijk ook andere landen die sympathiseren met Polen. Ik wil erop wijzen dat de VVD, ook in zijn programma had opgenomen enige tijd geleden of het niet een leuk idee was om ons nou niet zo, dat al die Europese wetgeving, daar was de VVD eigenlijk helemaal niet zo voor en er zaten allerlei principes in die VVD ook niet zo bevielen. Ik zwijg nog even over Hugo de Jonge, die zei ja, al die mensen uit die EU-landen die hier komen werken, daar moet paal en perk aangesteld worden, want dat vinden ze natuurlijk in het CDA, zo'n christelijk principe, paal en perk stellen aan van alles en nog wat. Nee, dat zijn allemaal, bij ons is, weet je dat het flauwekul is, het wordt gezegd, maar niet gedaan, geldt ook voor Hugo de Jonge. Meneer de Jonge, dat had u beter niet kunnen zeggen, want u weet dat u het niet waar kunt maken. U zegt het toch om mensen iets op de mouw te spelden. Daar komt het in feite op neer. Het is symbolische praat die geen betekenis heeft. Maar in het geval van Polen wordt het natuurlijk breed gesteund, want die PiS-partij, dat is de grootste partij van het land, de machtigste partij van het land. In grote trekken denk ik dat we de grootste fout is dat we al die landen eigenlijk zonder al te grote problemen lid van de Europese Unie hebben gemaakt. Ze waren al lid van de NATO geworden, dus we zeggen, ze zijn er min of meer veilig gesteld, ook lid van de Unie geworden. En we hebben ons totaal niet gerealiseerd dat die landen in feite 50 jaar wereldgeschiedenis gemist hadden. 50 jaar emancipatie, nieuwere inzichten, andere sociale opvattingen, verandering van normen en waarden. Dat achter dat ijzeren gordijn heeft gewoon alles stilgestaan. Ik bedoel, het waren afschuwelijke landen. Ook je hoefde er maar even naartoe te gaan. Een minimaal bezoek aan Oost-Berlijn, dat het was al ruim voldoende te begrijpen hoe verschrikkelijk het was achter het ijzeren gordijn. Nou goed, dat is allemaal niet meer zo. Maar ze hadden dat hele stuk gemist. Dus ze zijn door het moderniserings- en liberaliseringsproces, wat daarna heeft plaatsgevonden in de afgelopen 20 jaar, zijn ze verrast. En een deel van de bevolking, je weet in Polen, daar heerst de Zwarte Madonna. Laatst is er ook weer iemand opgesloten die had de Zwarte Madonna beledigd. Ja, dat is het een van de ergste dingen die je in Polen kunt doen. Nee, Polen is dus
ja, heeft die emancipatieslag niet doorgemaakt. Dat geldt precies zo natuurlijk voor Hongarije. En nog groter is natuurlijk de tragiek in Rusland. Voor zover ik weet word je in Polen tegenwoordig als opposant nog niet op je drempel van je appartement doodgeschoten. Dat dan nog niet. Maar ooit zei Gorbachev, toen dat veranderingsproces begon en toen die met name die hele Koude Oorlog gebouwen begon af te breken, waarvoor we allemaal erg dankbaar zijn dat dat gebeurd is natuurlijk, toen zei hij ja, er moet zoiets komen als een gemeenschappelijk Europees huis. Ook Oost-Europa en liefst ook de Sovjet-Unie, later de Russische Federatie, zou ondergebracht moeten worden in een Europees huis. Ik heb altijd gedacht, de enige manier om deze landen serieus te emanciperen, om bijvoorbeeld van Rusland, niet waar, een van de meest tragische landen die er op de planeet bestaan, om van Rusland een moderne, normale democratie te maken, dat kan alleen als het werkelijk integreert in het Westen, in West-Europa in de breedste zin van het woord. En ik moet zeggen, ik ben daar eigenlijk in allerlei opzichten. Ten eerste is dat ten aanzien van Rusland niet gebeurd, want we hebben de NATO uitgebreid en ergens een nieuwe lijn in Europa getrokken. Dat vond ik al niet zo verschrikkelijk verstandig, want althans, er waren toch wellicht andere tussenoplossingen voor die zaken geweest. En ik heb natuurlijk het effect op landen als Polen en Hongarije, maar ook op Slowakije en zo, dat dan maar in haar beter zijn. Dat heb ik toch enorm overschat, het positieve effect. En ondertussen is er natuurlijk nog iets veel verschrikkelijkers gebeurd, namelijk de democratie waar wij in sommige opzichten van afhankelijk waren, de Amerikaanse democratie, die wankelt, anders kun je het niet noemen, die wankelt, niet waar? Die is in 4 jaar lang in handen geweest van een volkomen halve garen. Ja, er is net weer een heel leuk boek verschenen van die meneer Wolf en ja, daarvan is eigenlijk de centrale hypothese, je moet ook niet denken dat het een slechte president was of dat zijn ideeën niet deugden. Hij was gewoon knettergek. En ik denk dat daar veel in zit in die overweging. Hmm. En het tech bij ons is dus ongeveer 15% van de bevolking gevoelig voor deze zonderlinge sentimenten. Maar in Amerika is zeker bij de Republikeinse partijen meer dan de helft daarvoor gevoelig. Dat is toch al gauw een kwart, 30% van het totale electoraat wat hij gewoon kan besturen als een soort messias. En die blijft bezig, hè? Nu op de socials, die gaat hij aanklagen, want ja, daar wil hij natuurlijk terug op, want daar had hij heel veel bereik. Haalt veel geld ook op voor de Republikeinen. Ja, hij doet maar. Ik ben benieuwd. Nou ja, goed, het is natuurlijk wel zo dat hij 24, ongeveer 78 is. Maar ja, dat is Biden ook. Dus hij kan ook zeggen, nou ja, je hebt al eens een hoop bejaarden gehad, waarom niet nog eentje? Huppakee. Ik sluit het niet uit. Nee, Amerika is een onbetrouwbare partner geworden. Het is een groot probleem. We zijn veel te optimistisch geweest over de liberale democratie. Dat allemaal vanzelf spreekt. En als je maar lang genoeg wacht dat iedereen er vanzelf wel inziet dat je het beter democratisch kunt organiseren. Vergeet niet, bij elk opinieonderzoek blijkt dat meer dan de helft van de Nederlanders vindt dat krachtdadig leiderschap, dat goed uit zou komen. Bij krachtdadig leiderschap denk je altijd, hoe vertalen we dat ook weer? Sorry dat het even in mijn hersens gelinkt werd aan ander krachtdadig leiderschap. De democratie is veel problematischer gebleken dan wij dachten tussen 89 natuurlijk, toen de Koude Oorlog ophield. En ook de jaren 90, die worden ook wel eens genoemd een holiday from history. We waren eigenlijk allemaal niet zozeer in Joegoslavië, Rwanda en Rusland, maar voor de rest was het toch wel een soort holiday from history. En dan toch nog eventjes, niet om het er steeds over te hebben, maar over vriendin van de show Caroline van der Plas. Ze heeft laten weten dat ze het ontzettend fijn vindt, ondanks al dat gedoe over die idee, dat ze toch een compliment vindt dat jij haar een lollige vrouw noemt die het wel leuk doet. Had ik dat gezegd? Ja, een triple B, daar hebben we het ook nog over gehad. Oh, vanwege de slimste mensen natuurlijk, want daar trad ze in op. Ja, dat leek me een lollig mens. Ik heb verder niets gezegd over haar opvattingen. Ja. Een luisteraar wil ook weten, want jij zei, ik vreet deze microfoon waarmee deze podcast maken, vreet ik op. Als triple B 40 zetels haalt bij de eerstvolgende verkiezingen. En dan zei iemand anders weer op, nou, dit is de beste campagnespot die je voor triple B kunt hebben. Ja, nou, oké, laat ze het vooral proberen. Ik ben er nog steeds vast van overtuigd dat ik die microfoon niet hoef op te eten. Dan heb ik dat alles eerder heb ik daarmee gedreigd en toen verloor ik het glansrijk en toen heb ik een chocolademicrofoon opgegeten. Was wel lekker.
Dus als jij nog een chocolade-exemplaar in voorraad hebt, dan bewaren we dat tot BBB 40 zetels krijgt. BBB gaat geen 40 zetels krijgen. Wat vind je eigenlijk van hun opvattingen als partij? Ja, ik heb begrepen dat ze vooral staan voor het boerenprotest, toch? Ik ben er zelf van overtuigd dat het idee dat de Nederlandse bio-industrie gehalveerd moet worden, dat zal niet 1, 2, 3 gebeuren, maar dat dat wel een project is wat we serieus moeten ondernemen. Dat is echt. Nederland heeft relatief ontzettend veel last van die zeer omvangrijke intensieve landbouw. En ik vind dat aangepakt moet worden, ja. Dat is overigens ongelukkige wijze natuurlijk, zowel door de overheid als door de banken, niet waar. En die aan die bedrijven geld lenen, is dat enorm bevorderd, dat proces. Maar daar wordt ook altijd gezegd van ja, die boeren zijn nodig om ons te voeden. Het probleem is dat wij een piepklein land zijn, wat de tweede voedselexporteur ter wereld is. En dat 70% van de agrarische productie geëxporteerd wordt. We zouden misschien dan 30% al genoeg hebben om ons te eten te geven. En denk je dat het een blijvertje is? Nee, dat denk ik niet. Nou ja, we hebben het gehad over al die partijen. Richten partijen, ik ben niet tevreden. Richten partijen op, dat is in Nederland hartstikke makkelijk. Dat heeft voordelen en het heeft nadelen. Ja, maar de boeren blijven wel en die stemmen op haar. Ja, die blijven wel, maar dat kan beleid gevoerd worden. Je moet dat natuurlijk ook goed inrichten. Dan moet je behoorlijke uitkoopregelingen verzinnen. Je moet die mensen niet benadelen door dit proces. En dan denk ik dat je op termijn dat je gunstige resultaten kunt bereiken. Okay. Vooral omdat heel veel boeren, als ik het allemaal goed begrepen heb, geen opvolgers hebben. Die kinderen er vaak helemaal geen zin in hebben. Nou ja, of ze worden niet uitgenodigd voor boer zoekt vrouw. Nou ja, dan zit je ook met een probleem natuurlijk. Dan ben je eigenlijk al geen boer meer. Ja. Dan een mailtje van Paula van Gilst. Zij is acuut opgenomen, is een triest verhaal, acuut opgenomen op de IC in West-Afrika, in Gambia. Ze schrijft dat een hele vervelende periode was, maar ze heeft de tijd nuttig en ook leerzaam doorgekomen door naar deze podcast te luisteren. Ja, dat vind ik wel. Dat het naar deze podcast wordt geluisterd in een IC ergens in Afrika, daar is tijd toch van te kijken. Ja, nou, ze is heel serieus. Ze zegt even weg uit de vervelende ziekenhuiswereld. In Nederland op de IC, dat is al geen pretje, maar in een land als Gambia is het dat al helemaal niet. Ik ben 48 en ik leer ontzettend veel van de onderwerpen die Maarten aansnijdt in zijn podcast. En ik ben nog benieuwd, als hij daar tijd voor heeft, of hij iets kan vertellen over de toekomst van Afrika. En de vragen die ze daar dan bij stelt is, waarom groeit de economie daar nauwelijks? Leeft het grootste deel van de bevolking in armoede en waarom is er geen gelegenheid? En ze besluit haar mailtje met, ik wil Afrika niet veranderren. Maar je wil het wel begrijpen. JBD, het is een continent. En niet zo'n beetje een continent. Je hebt zo'n leuk kaartje waar je alle grootste landen ter wereld geprojecteerd in Afrika. En die blijken er eigenlijk allemaal in te kunnen. Het is een gigantisch continent. Die is natuurlijk ook bezig om in tweeën te breken. En je hebt die hele Riftvallei natuurlijk waar dat proces zich voltrekt. Maar dat gaat nog tientallen miljoenen jaren duren. En als je naar Madagaskar kijkt, zie je ook wel dat eerst aan Afrika vast heeft gezeten. Maar ik geloof dat het al 30 miljoen jaar geleden losgeraakt is. Afrika worstelt met het feit dat slechts in enkele landen sprake is van enige serieuze economische dynamiek. En dat er tegelijkertijd sprake is natuurlijk van een vrij omvangrijke bevolkingsexplosie. En een bevolkingsexplosie, dat is niet zo'n groot probleem. Als je tegelijkertijd ook een sterke en dynamische economische groei hebt. De Nederlandse bevolking is ook geëxplodeerd. Dus als je kijkt in 1810, hadden we, weet ik het, 3 miljoen inwoners of zo. We hebben er nu 17 miljoen. En kijk even om je heen. We lijden geen armoede. Het gaat in principe in grote trekken niet slecht in Nederland. Maar ja, dat komt door een sterke economische ontwikkeling. Nederland was altijd al een rijk land, daar niet van, maar ook dat speelt een rol. Daarvan is in de meeste Afrikaanse landen geen sprake. Dus ook dat bekende. Kijk, de beste beperker van de bevolkingstoename is de stijgende welvaart. Hoe welvarender mensen zijn, hoe minder zin ze hebben om kinderen te krijgen. Ze hebben ze niet nodig als een soort van levensverzekering aan het eind van hun leven, wanneer ze wrak beginnen te worden. En bovendien, dat zijn natuurlijk handenbindertjes. Ja, je wil er wel een beetje met de caravan erop uit. Dus ja, hoeveel mensen kennen er in zo'n caravan? Ja, twee ouders, twee kinderen. Dan zit je al krap in de caravan. Je moet een hele grote caravan hebben om zo'n Rooms-Katholiek gezin uit de jaren 50 in op te bergen met 12 kinderen. Moet je allemaal speciale laadjes hebben waar ze in kunnen.
Ja, het is heel lastig om te zeggen wat de structurele oorzaken daarvan zijn. Ik wil er wel eens wat over lezen. Maar voorlopig bevindt Afrika zich in een nogal noodlottige positie. Ja, die indruk heb ik wel. En dat heeft natuurlijk ook te maken met, zoals het heet, bad governance in vrijwel alle Afrikaanse landen. Ik bedoel, ergens landen zijn met eindeloze burgeroorlogen, guerrilla-bewegingen van mensen die niet goed sniks zijn. Militaire staatsgrepen, dat is daar aan de orde van de dag. Geen van die landen had ooit een leger moeten krijgen. En ja, Suriname, is een hele discussie geweest. Moet het wel een leger hebben of niet? Nou, nee, natuurlijk. Gesteld dat het aangevallen wordt door Brazilië, zou ik zeggen, dan kunnen ze nog toch niet verdedigen. Dus daar hoeven we niet moeilijk over te doen. Wat zouden ze dan met een leger moeten doen? Niks. En we hebben ze toch een leger gegeven. We hebben gezien wat de gevolgen zijn geweest. En die sergeanten die vonden dat ze te slecht betaald werden, die hebben een coup gepleegd en 12 onschuldige mensen doodgeschoten. Dus geef landen geen leger. Het enige land in Centraal-Amerika wat er goed aan toe is, ik meen dat dat Costa Rica is, heeft geen leger. Hè? Hoe komt het dat het daar goed gaat? Het heeft geen leger. Niet, je weet hoe die lui eruit zien met zo'n enorme pet op en dan van die zonnebrillen en zo. En dan weet je al, oh jee, hier is alles fout. Hè? Want je begrijpt, om de zoveel tijd is er weer een nieuwe lichting officieren die ook wel rijk wil worden. Ook een bankrekening in Genève willen beginnen. Dus dan wordt er weer een nieuwe coup gepleegd. Dus ik kan haar niet helpen in een echte structurele beschouwing. Ja. Nou, mooi dat ze luistert. Anonieme reacties doen we niet trouwens, hè? Nee. Geen anonieme reacties. Napoleon uit Brabant wordt niet te woord gestaan. Oké, nou dan heeft deze meneer uit Groningen pech. Die had kritiek, maar ja, hij reageert anoniem, dus daar doen we niks mee. Ik ben graag bereid om negatief. Als u even uw naam stuurt, dan kunnen we u negatief begrijpen. Uit de reactie dat die negatief is, die reactie. Ik zou gaarne met u in discussie treden. In het algemeen blijken mensen die het niet met me eens zijn, dat absoluut niet waar te kunnen maken. Dus ik zou zeggen, doe uw best. Ja, oké. Okay. Duidelijk. Nou ja, je kunt reageren via de e-mail. Die zullen we even in de show notes zetten. Of volg Maarten Podcast op Instagram en Twitter. Daar kun je ook reageren. En er staan ook filmpjes trouwens van hoe we er hierbij zitten. Hoe ver zijn we nu gevorderd met de tijd? Nou, we zijn halverwege. Dus volgens mij is het een mooi moment om naar de Tweede Wereldoorlog over te gaan. Oh. Vorige keer hebben we het gehad over de bommenwerpers, industriële productie tijdens de oorlog. Italië, Mussolini, kan ik me herinneren, stipte je aan. We zijn nu, in feite, moeten we het hebben over de Italiaanse ambities. Het Mare Nostrum. Toen Mussolini de oorlog verklaarde aan Frankrijk en Engeland, had hij ook meteen een heel wensenpakket erbij ingediend. Gibraltar moest van hem worden en dan houdt... Malta vanzelfsprekend, dat doet natuurlijk pijn dat eiland van in Engels bezit is en zo. En, nou ja, als dat ooit een succes zou zijn geweest, dan zat Engeland natuurlijk met een enorm strategisch probleem. Want dat was de korte route via het Suezkanaal naar de parel in de kroon, namelijk India. Dat zou een groot probleem opleveren. Maar zover is het niet gekomen, want ja, ik moet dit nu zeggen. Het is helemaal niet bedoeld als kritiek op Italië. Sterker nog, je kunt het ook heel sympathiek noemen. Maar geweldig vechten konden de Italianen niet. Ja, het is... Of ze er nou geen zin in hadden of slecht georganiseerd waren. Ik weet het niet precies, maar ze hebben er eigenlijk op geen enkel moment iets van terechtgebracht. Ongetwijfeld hebben sommige Italianen heel dapper gevochten, maar het geheel functioneerde niet naar behoren. Ze gaan beginnen met aan te vallen vanuit Abyssinië. Op Engelse posities, zeg maar Aden en zo. Kijk, stel het je even voor. En daar begint al dat hele toneelstuk. Dat was elke keer met de Italianen het geval. Ze gaan in de aanval. Ja, even lijkt het wel wat. En dan vervolgens gaan de tegenstanders in de tegenaanval. De Engelsen in dit geval. En die hadden veel minder troepen, veel minder mensen. Maar het gaat meteen mis met de Italianen. De Engelsen die overwinnen daar op betrekkelijk overtuigende wijze. En zo zou het eigenlijk blijven gaan. Want ook in Noord-Afrika, hè, want Egypte was natuurlijk ook een soort protectoraat van de Engelsen. De Engelsen en de Fransen beheerden samen het Suezkanaal in die tijd. De Italianen gaan in de aanval vanuit Libië. Het was een Italiaanse kolonie.
En weer hetzelfde patroon. Dat, ja, het gaat gewoon even zijn ze in de aanval. En dan gaan de Engelsen die bieden tegenstand. En dan de hele zaak zakt in elkaar. We zullen zo zien dat het in Griekenland hetzelfde ging. Maar nu in Afrika had Hitler zo te doen met zijn vriend Mussolini. Dat Hitler die heeft toen naar Afrika, om die Italianen daar een beetje een steuntje in de rug te geven, 2 Duitse panzerdivisies gestuurd. Onder leiding van Rommel, een fameus generaal. Een heel bekwame generaal. Heel veel van die, sorry dat ik dit ook altijd zeggen moet, maar veel van die Duitse generaals verstonden hun vaak eerste klas. Als vechtmachine is de Wehrmacht, dat was toch een uitzonderlijke. Dat ze verloren hebben met zo'n vechtmachine, dat geeft al aan wat een kruikzinnig programma ze gedraaid hebben. En die 2 Duitse panzerdivisies, die de opdracht hadden om zich enigszins terughoudend op te stellen, dat heeft Rommel eigenlijk niet gedaan, waren, je kunt het niet anders zeggen, tactisch en strategisch superieure formaties. Ook veel beter dan de Engels in feite. Nou, dan krijg je in Noord-Afrika krijg je die wonderlijke, dat ze die eerst dan maar oprukken naar het oosten en dan rukken ze weer op naar het westen. En, ik geloof dat ze in totaal 3 of 4 keer die hele route daar in Noord-Afrika hebben afgelegd. En tenslotte, dat moet gezegd worden, wordt Rommel verslagen bij El Alamein. Hoewel hij ook daar dan weer in slaagt om zijn beste troepen aan de nederlaag te onttrekken. Door Montgomery. Naar mijn idee een beduidend minder bekwame generaal dan Rommel. Volgens mij is de meeste militaire deskundigen het daar wel over eens. Maar Montgomery had die berichten van die ontcijferde berichten. Dus die had wel een idee wat die Duitsers gingen doen, wat hun plannen waren. En daar kon hij gebruik van maken en zo. El Alamein is enorm opgeblazen omdat het een beetje de eerste Engelse overwinning in de Tweede Wereldoorlog was. De Engelsen hadden natuurlijk min of meer permanent verloren op alle fronten. Afgezien eventjes natuurlijk van die Battle of Britain dan. Dus dit was wel een enorme opsteken. Of Hitler er verstandig aan heeft gedaan om 2 Duitse panzerdivisies naar Noord-Afrika te sturen met Rommel, dat moet je je afvragen. Ja, want dit speelt in 40-41. En nou ja, nu komen we nog even met de Balkanoorlog. Want de Italianen gingen ook in het offensief tegen Griekenland. Ook niet een land wat bekend stond als een unieke vechtnaad, nou ja, misschien 3000 jaar geleden, maar wel niet tegenwoordig, niet meer in ieder geval. En hier doet zich weer precies hetzelfde fenomeen voor. Dat de Italianen gaan in de aanval, het duurt heel eventjes. De Grieken gaan in de tegenaanval. En nou ja, het gaat weer helemaal mis met de Italianen. Dus hoe je ook kijkt, waar je ook kijkt, de Italianen brengen er bar weinig van terecht. Het zou interessant zijn om dat nou eens goed uit te zoeken. Hoe komt dat? We hebben het al eerder over gehad. Ik wil nog steeds graag weten waarom, niet waar, konden de Duitsers zo goed vechten? Waar komt die fighting spirit vandaan? Ja, ik zit nu ook met het fighting spirit probleem in Afghanistan. En in al die jaren die Taliban is aanvankelijk even verslagen, die komt dan weer terug. De NATO heeft zo'n heel Afghaans leger op de been gebracht en getraind en van fantastische wapens voorzien. En het is altijd hetzelfde liedje, de Taliban vecht gewoon beter. Hoe is het ook alweer? Ze hebben geen probleem om te sneuvelen, maar ze hebben ook geen probleem om anderen te laten sneuvelen. De fighting spirit van de Taliban, die is oneindig veel groter dan die van dat gouvernementele leger. En dat zijn toch hele wonderlijke zaken. Want ze zijn minder goed bewapend. En toch zijn ze veel effectiever op het slagveld. Dus ja, je kunt maar piepen over Afghanistan. Maar feit is natuurlijk dat waar komen die lui vandaan? Die Taliban uit Afghanistan. Dat zijn die lui uit al die modderige dorpen die wij zien in dat immense bruine landschap van Afghanistan. Maar vechten kunnen ze dus wel. En dat gouvernementele, een beetje het probleem wat we in Irak ook hebben gezien. Dus de bezetters, de geallieerden, die rusten ze enorm uit en eindeloos. We hebben zelf ook, in Nederland ook meegewerkt bij die trainingsacties en zo.
Ja, en dan blijkt eigenlijk als het puntje bij paaltje komt dat ze van alles geleerd hebben, maar vechten kunnen ze niet. Ja, dat klinkt nou weer erg ongenuanceerd, maar niet zoals de Taliban. Tja. Idem dito de Duitsers. Hè? Waar we ook als ze al als er in feite, we hebben het er eerder over gehad, als het al duidelijk is dat Duitsland de oorlog dik gaat verliezen, dan vechten ze nog. Maar waar we gebleven? Ja, nu we zijn op het Griekenland. Ja. En dat betekende eigenlijk dat de Engelsen, die zaten dus in Griekenland. En dat beviel Hitler helemaal niet. Want vanuit Griekenland, dat was wel duidelijk, zou je Roemenië kunnen bombarderen. En in die tijd leverde Roemenië olie op relatief grote schaal. En eigenlijk was Roemenië de enige locatie waar de Duitsers olie vandaan konden halen. Want dat is een van de wonderlijke dingen van de asmogendheden. Dat ze een beetje alle olie van de wereld was aan de geallieerde kant. En de asmogendheden hadden niks. Ja, want de Duitsers hebben ook een hele industrie opgebouwd. Om, laten we zeggen, synthetische benzine te maken. Want je kunt uit kolen kun je via een ingewikkeld proces. Waar we het nu niet over gaan hebben. Kun je van kolen kun je benzine maken. Maar het is duur en het is lastig om groot te hoeven. Nou ja. Enzovoort. Dus Hitler wilde tot elke prijs vermijden dat de Engelsen blijvend Griekenland zouden bezetten. En vanuit Griekenland wellicht bij een ploesti, want daar was die olieindustrie van die Roemenen, dat ze dat zouden kunnen bombarderen. Dus Hitler besloot, wij moeten even de Balkan veroveren. Dat hebben ze ook even gedaan. Ik geloof dat het in Joegoslavië. Hebben ze 141 soldaten verloren en ik ben in 2 weken het hele land bezet. En nou, idem dito, ook de Engelsen moesten hals over kop vertrekken uit Griekenland om daar niet gevangen te raken. Kijk, we hebben weer die meneer van DHL, die heeft namelijk ook naar de podcast geluisterd. En nu heeft hij besloten om een nieuw record bij ons in de straat te vestigen door te proberen over de 100 kilometer per uur hier te rijden. Of die mensen schijnen enorm onder druk te staan, hè, die bezorgers. Ja, die moeten heel hard rijden voor heel weinig geld. Hij rijdt hier wel erg hard in deze op zichzelf vrij rustige straat, toch? Ja, misschien moet je in die groep een keer voorstellen om hier drempeltjes aan te leggen. Nee, want je weet, dan gaan ze even hard overheen en dan maakt het een enorme bonk. En dan trilt je hele huis. Die huizen hier, die zijn ook... En ook de jongste niet meer. Ja, ja. Ja, dus de ene kant is van 2000, sorry, van 1910 en de andere kant van 1912, als ik het wel heb. Ja, dus, ja, komt zo weer terug, denk ik. Ja, en dan probeert hij natuurlijk weer zo hard mogelijk te rijden. Ja. Je begrijpt ook niet waarom hij dat doet, omdat je hier is een voorrangskruising. Dus hij moet remmen. Hij kan daar niet zomaar opknallen. Ja, misschien komt hij wel boeken voor jou brengen. Dat is niet mijn indruk. Nee. Mijn Amazon-dozen die komen eigenlijk in het algemeen anders. Althans, volgens mij niet door DHL, maar dat weet ik helemaal niet CLS. Zeker. Ik heb geen idee, eerlijk gezegd. Ik zal er meteen naar informeren bij een volgende gelegenheid. Ja. Of Bol.com. Hè? Ja, het is wel verleidelijk, hè, die dingen. Bol.com, maar ja. Ja, dan denk je gewoon, een leuk boek. Je drukt op een knop, je drukt nog een keer op een knop. En nog, dan... Of, binnen 24 uur valt het door je brievenbus. Ik had nu laatst even een kleine sidestep. Ik had Flink. Dat is als je dus de zin hebt in een chocoladereep, ik noem maar wat, kun je dat intikken en dan 5 minuten later staat iemand met zo'n rugzak en brengt jou die chocoladereep. Dat is wel heel erg snel. Ja, en als je iets anders wil, als je bier wil of chips of dat vlees. Kan het ook? Kan ook. Het is een soort van supermarkt, maar dan als je 1 ding vergeten bent of een paar dingetjes. Helemaal zo goed, hè? Maar dan neem ik aan dat de prijzen na vanavond wat hoger liggen dan wanneer je het zelf zou kopen. Nou, dat is de prijs van het product is hetzelfde, alleen je betaalt, €2,80 of 1,2 euro bezorgkosten. Ja, wat je natuurlijk ook niet veel kan schelen. En dan komt hij. Ja. Sterker nog, hij is nu van plan om een deuk in deze auto te rijden, maar hij rijdt in ieder geval niet zo idioot hard. Dat scheelt dan weer. Nee. Vooral ook al staat er niet op dat het een heel groene auto is. Dat kan ja, niet. Ja. Ja, kijk, hij komt hier wel wat... Ja, het is wat... Nou ja, misschien moet ik hem... Hij moet iets minder hard rijden. Volgens mij levert hem dat toch in feite niet zo verschrikkelijk veel op. Hitler verovert in no time de Balkan. Dus dat het gevaar voor de ploestie olieindustrie in Roemenië is geweken. Dus dan zijn we nu toch
eindelijk aan het punt dat we aan Barbarossa moeten beginnen. Want december 40 besluit Hitler dat dat zal gaan gebeuren. Ja, nog even één vraag over de olievelden. Die kwam ook binnen van luisteraars. Hoe zat het met de strategische olievelden in het gebied waar jij het net over had met de Italianen, namelijk het noorden van Afrika? Ik weet helemaal niet of daar toen al een omvangrijke olieindustrie was. Ook in Saoedi-Arabië start dat pas op volgens mij tijdens de oorlog en daarna. Maar ik ben geen kenner van de olieindustrie. Maar in de omvang, laten we zeggen, waar we nu over praten op dit moment, dat is allemaal van ver na de Tweede Wereldoorlog. Okay. Omdat natuurlijk, als je even kijkt naar wat er voor brandstof in een land als Nederland werd gebruikt, waren kolen. Ja. En dat, die worden eigenlijk in een relatief hoog tempo verdrongen door olie in de periode zeg maar tussen 50 en 70. Mm. Want ja, wanneer gaan onze mijnen dicht? In de jaren 60. Wanneer gaat volgens mij de laatste mijn dicht? 71 of zo. Ja. Om simpelweg omdat dat was dus niet meer nodig. Nog afgezien van het feit dat er in dagbouw kolen werden gewonnen in de Verenigde Staten. Je had zo'n kolenmijn, die is er nog volgens mij in Wyoming, die produceerde elk jaar evenveel kolen als alle Engelse mijnen toen ze nog open waren, produceerden samen in een jaar. Ja, ja. Dus dat geeft je wel een beetje een beeld van de, dat zijn dagbouwmijnen. Hè? Ja. Maar had Hitler het strategisch, had hij de optie om ergens anders nog olievelden te bezetten? Nee, ja, die had hij wel, dat zullen we zo zien in het zuiden van Rusland. Okay. Maar als die daar eenmaal is, gearriveerd, en dan hebben we het over 42, dan zijn al die olieputten die zijn in de fik gestoken, gesaboteerd. En ook dat stuk. Dus dan hebben we het over Tsjetsjenië zo'n beetje. Dat ten noorden van de Caucasus, daar heb je natuurlijk ook een vrij omvangrijke olieindustrie. Maar dan daar hebben zij niet effectief gebruik van kunnen maken. Okay. Nee, een van de grote problemen van het Derde Rijk was brandstof. Daar hadden ze gewoon veel te weinig van. Daar kwam het op neer. Dus nu Barbarossa. En eigenlijk is dat voorafgaand aan dat enorme offensief, misschien wel een van de grootste militaire offensieven ooit, was er eigenlijk strijd tussen Adolf Hitler en zijn generaals. Want zijn Adolf Hitler die dacht, dit is een veroveringsoorlog. Die onderschatte sowieso de tegenstander in hoge mate. Dus we moeten ons ook concentreren op het veroveren van zoveel mogelijk gebied. En wat zoveel mogelijk landbouwgrond, industrie enzovoort heeft. Zodat ons potentieel in feite enorm vergroot wordt. En dat doen we door drie aanvallen tegelijkertijd te organiseren. Eén in noordoostelijke richting, één in het midden, in richting Moskou zo'n beetje. En één in zuidelijke richting, richting Stalingrad. Drie, zo'n drietand in feite. En die generaal zei, nou dat vinden we helemaal niet zo'n verschrikkelijk geweldig idee. Want je zit ook met die gigantische ruimte die je plotseling ook militair verantwoord moet zien te vullen. Je moet jezelf ook kunnen verdedigen, je moet je aanvoerroepers moeten behoorlijk zeker gesteld worden enzovoort. Wij willen eigenlijk liever een zo snel mogelijke, zo heftig mogelijke, je zou haast in hoe is dat ook alweer, een oor, wat de Amerikanen het altijd over hebben, richting Moskou. Eén grote aanval, proberen om in één klap het regeringscentrum eigenlijk uit te schakelen om in één klap de Sovjet-Unie bewusteloos te slaan. En je zou kunnen beargumenteren, allemaal achteraf natuurlijk, dat als niet Hitlers optie was gekozen, de drietand, maar die ene optie, dus dat ene klap richting Moskou, dat is naar mijn idee het enige scenario waarbij je zou kunnen zeggen, dan zou wellicht een overwinning op de Sovjet-Unie mogelijk zijn geweest. Al moet je je daarbij altijd natuurlijk realiseren dat de Sovjet-Unie niet bij Moskou ophoudt, maar dat de Sovjet-Unie doorloopt tot Vladivostok. Dat de Sovjet-Unie er al had voor gezorgd dat achter de Oeral een niet onaanzienlijk industriegebied tot ontwikkeling was gebracht. Dus laten we zeggen, het kidnappen van Moskou, bezetten van Moskou, had wellicht niet hoeven te betekenen dat de Sovjet-Unie volledig uit de oorlog zou zijn gestoten. Maar het zou wel een enorme klap zijn geweest. Terwijl we zullen nu zien dat het in feite anders loopt
in de loop van 1941. Maar daar zie ik, overigens zonder ook maar in de verste verte te claimen dat ik een militair deskundige ben, want dat ben ik allerminst, eigenlijk de enige, zeg maar, window of opportunity voor de Duitsers. Ten meer omdat dat die aanval op Moskou nog wel mogelijk zou zijn geweest, omdat de Russen nog niet wisten hoe je die enorm a tempo opererende Duitse troepen kon blokkeren. Of hoe je daar tegenstand tegen kon bieden. Je ziet dat ook in de loop van de oorlog veranderen. Ik geloof dat aanvankelijk is schakelen de Duitsers per uitgeschakelde Duitse tank 10 Russische tanks uit. En dat verschil wordt steeds kleiner en kleiner, is tenslotte 1-1. Dus dan hebben ze de gaten gekregen hoe je die Duitsers aan moet pakken. Want dat was toch voor veel tegenstanders, zeker aan het begin van de Tweede Wereldoorlog, het ongelooflijke tempo waarin de Duitsers hun militaire operaties uitvoerden. Ja, kennelijk was dat in militaire kring, dat je een beetje rustig aan, trekken nog een, gaan eens even zitten, trekken nog een flesje open, weet je, je hoort die Franse generaals, hoor je zo'n conversatie voeren, we hoeven ons ook nou weer niet zo te halen, nou ja. En bij de Duitsers zat er altijd een ongekend tempo in. Goed, Hitler heeft zijn zin gekregen. Dus op 22 juni 1941 begint die aanval. Als militair deskundige zou je natuurlijk nu zeggen, nou, eind juni, dat is wel rijkelijk laat voor het vechtseizoen. Dan moet dat niet wat eerder, nee. Omdat natuurlijk de infrastructuur in de Sovjet-Unie wel zo ongelooflijk waardeloos was, dat eerst moesten die wegen een beetje opdrogen. Dus dat was ook typisch een zaak die de Duitsers volledig onderschat hadden. De waardeloze infrastructuur van de Sovjet-Unie. Ja, er liepen wat spoorlijnen, maar heel veel van de wegen waren onverhard. Nou, je weet wat er met een onverharde weg gebeurt wanneer het regent. Laat staan wanneer je er een hoop verkeer over laat rijden, dat wordt een modderpoel. Waar die modder vaak een halve meter diep is. Wat ook zou gaan gebeuren. Dus ze zijn pas gestart aan het eind van juni. Ik moet zeggen, als ze dan gestart zijn, het is weer het bekende toneelstuk. Het gaat werkelijk in een gigantisch tempo. Ik bedoel, totaal verbijsterend. Ze waren zelf ook wel verbijsterd over het tempo waarin het ging. Die panzerdivisies vaak 50 kilometer per dag deden of zo. En eind juli hebben ze eigenlijk het gevoel, we hebben gewonnen. Hitler dacht ook, we hebben gewonnen, het is klaar. Er werden ook signalen gestuurd naar de diverse industrieën, van we kunnen ons beter gaan richten op vlootbouw en vliegtuigen, want we moeten daarna, als dit gebeurd is, als we dit afgehandeld hebben, dit klusje, dan moeten de Engelsen aangepakt worden. En wie weet, ooit op lange termijn, de Amerikanen, die overigens ook enorm onderschat. Engelsen had hij wel een soort achting voor. Dat was het. Maar we moeten eerst uitleggen waarom werkelijk zoals het Rode Leger heeft gevochten in de eerste weken van die Barbarossa-campagne, dat is van een diepe, diepe treurigheid. Dat we zeggen, ze waren dapper genoeg, ze vochten hard genoeg, maar de hele organisatie, de strategie van het Rode, er deugde werkelijk geen hout van. En dat een van de redenen daarvoor was dat natuurlijk die grenzen van die Sovjet-Unie, door die deal die ze bij dat Molotov-Ribbentrop-pact hadden gemaakt met de Duitsers, waren die grenzen van die Sovjet-Unie naar het westen opgeschoven. En het idee was dat ze daar een nieuwe verdedigingslinie zouden bouwen. Maar goed, als je even rekent, het Molotov-Ribbentrop-pact, dat was nu dus iets minder dan 2 jaar geleden. Dus die verdedigingslinies waren nog in aanbouw. Die waren helemaal niet klaar. Die waren niet voorzien van artillerie. Dan kortom, daar deugde nog niks van. En de oude verdedigingslinie, die lag een stukje terug. En het Rode Leger was al opgeschoven naar de nieuwe verdedigingslinie, die dus heel lastig te verdedigen viel, omdat die nog niet klaar was. Een van de redenen ook dat de Sovjet-Unie totaal uit het veld geslagen was toen de Duitsers aanvielen, was dat Stalin niet wilde geloven dat Hitler dat zou doen. Dat is een heel dramatisch verhaal van een Duitse soldaat die op 21 juli loopt hij over naar de Russen en zegt voor zich, je moet er rekening mee houden, ze zijn van plan om morgen aan te vallen. En de Russen hebben die man doodgeschoten. Ze dachten dat het misleiding was en ze uitgelokt waren dat zij dat niet zouden doen. Ja,
En ook alle berichten Stalin is voortreffelijk geïnformeerd door zijn spionnen. Ook de kapellen en Stalin dacht dat ook zelfs Churchill had gewaarschuwd. Denk erom, maar hij wou het gewoon niet geloven. Het was een werkelijkheid die hij gewoon niet kon accepteren. Dus Rusland was bar slecht voorbereid. Bovendien, wat het Rode Leger helemaal niet had gedaan is, zeker rekening houdend met het ongekende tempo van die Duitsers, om strategische reserves aan te leggen achter een eind achter de eerste verdedigingslinie, achter het eerste front, zou ik maar zeggen. Nee, die troepen stonden relatief dicht aan de grens. Met als gevolg dat met het bekende Duitse Keil- und Kessel-vervaren, dat je slaat met zo'n panzerdivisie, sla je een gat in de vijandelijke linies. En dat gat wordt opgevuld met infanterie die aangevoerd wordt. En die kan in feite dan, eerst is dat de kuil en dan heb je de kessel. En in die kessel worden al die miljoenen mensen krijgsgevangen gemaakt. Want de Duitsers hebben dus gigantische hoeveelheden krijgsgevangenen gemaakt in Rusland. Die zin hebben we het al eerder over gehad, voor een groot deel. Simpelweg vermoord hebben door ze te laten hongeren. Ja, ook, ja, dat zijn lui zonder monumenten, want de Russen wouden daar ook niet te veel aandacht aan besteden achteraf. Ja, dus het schiet werkelijk op, het is ongelooflijk. En dan, ik meen ergens in juli, zegt Hitler, ja, legergroep Centrum, die kan wel een tijdje pauzeren, want dan kunnen we ons beter richten op die twee andere legergroepen, namelijk die naar het noorden gaat, naar Leningrad, en naar het zuiden, richting Stalingrad. En die naar het noorden, Leningrad, is op een gegeven moment omsingeld geraakt door de Duitsers, is niet gevallen in Duitse handen. De Duitsers dachten ook, willen we die stad veroveren, dat gaat zo ontzettend veel materieel en mensen kosten, dat gaan we niet doen. We hongeren ze gewoon uit. In Leningrad zijn een miljoen mensen verhongerd in de loop van de Tweede Wereldoorlog, terwijl de stad belegerd werd door de Duitsers. Ja, dus legergroep Centrum wordt een tijdje stilgezet en dan tenslotte besluiten ze in oktober weer te beginnen. En dan houdt Hitler ook een grote reden voor. Hij zegt van, nou ja, kijk, feitelijk is die Sovjet-Unie al verslagen, maar we moeten nog wel even, de zaak moet even afgehecht worden. Nou ja, dus herfst, ja, ja, winter. Ja, je voelt al wel welke kant dit op gaat, want vervolgens heeft het in oktober alleen maar geregend. Met als gevolg dat ze geen reet opschoten, 0,0. Ze moesten wachten op de vorst. Die kwam ook wel in november. Want dan werden de wegen weer harder. Ja, naar Koederen. Ja, natuurlijk, in 3 nachten is het gepiept, dan kun je er gewoon overheen rijden. Hè? Want die modder die bevriest gewoon, er zit een hoop vocht in. Ja. Dus dat wachten was misschien niet zo'n slim idee? Nee, dat was helemaal geen slim idee. Vandaar mijn suggestie dat misschien als ze niet legergroep Centrum alles hadden laten doen en die twee andere dingen hadden vergeten, dat ze dan misschien al bij Moskou waren geweest. Want tenslotte gaat het vriezen, komen ze wel weer op gang. Ze arriveren in de buitenwijken van Moskou. Je kon op het Rode Plein het kanongebulder horen wat uit het westen kwam. Maar dan is het eigenlijk ook wel een beetje klaar met de Weermacht. Het is duidelijk ook dat ze toch grote verliezen hebben geleden in die enorme ruimte van de Russen. Dat allerlei onderdelen sleet zijn geworden. Dat ze totaal niet waren voorbereid op de winter, op de Russische winter. Ja, je weet, dat is een ervaring die ook andere grote veroveraars hebben opgedaan in de loop der tijden. Maar het is natuurlijk wel suf dat je er niet op bent voorbereid. Omdat ze waren zo overtuigd. Het is juni, tellen 9 weken weer op. En ze dachten verdomd eind juli dat ze gewonnen hadden. Dus niemand dacht aan bontjassen, antivries voor auto's. Alles. En er was niks bij wat tegen strenge vorst ingericht was. Zoals natuurlijk veel spullen van de Russen dat wel waren. Dan krijg je ook al dat gezeik over winterhulp, dat je allemaal in Nederland je bontjas moest inleveren. Want die moesten dus naar het oostfront om die mensen van behoorlijke kleding te voorzien onder die verschrikkelijke omstandigheden. Dus eigenlijk loopt dat immense Duitse offensief, dat komt tot stilstand in de buitenwijken van Moskou. Laat ons weten wat je van deze podcast vindt. Dat kan niet op Spotify, maar wel op Apple Podcasts. Daarom noemen we die ook steeds in de review. Dankjewel.
Nee,